De Anne Frank Stichting heeft mij gevraagd om de winnaar bekend te maken van de doorgeefdagboekwedstrijd. In totaal zijn er bijna 200 doorgeefdagboeken ingestuurd. Ongeveer 4000 leerlingen hebben er iets in geschreven. Een deskundige jury van 14 mensen is een hele dag bezig geweest om alle dagboeken te lezen en te beoordelen. Ik kan me Anne Franks 13e verjaardag nog goed herinneren. Op die dag kreeg ze het rood geruite dagboek. Ze was het met haar vader gaan kopen bij de boekhandel op de hoek. Nu kan iedereen haar dagboek lezen. Maar toen Anne het kreeg, deed ze er erg geheimzinnig mee. Niemand mocht het lezen. Ook ik niet. Al was ik haar beste vriendin. Ik was er wel erg nieuwsgierig naar, want ik wist dat ze ook over mij in haar dagboek had geschreven. En om nu, meer dan 60 jaar na de oorlog, ineens zoveel geruite dagboeken bij elkaar te zien, dat vind ik heel bijzonder. De jury vond het erg moeilijk om een winnaar aan te wijzen. Het was namelijk al snel duidelijk dat jullie allemaal ontzettend jullie best gedaan hebben om een mooi en interessant dagboek in te sturen. In elk dagboek zat wel een bijzondere tekst of tekening. Dit boekje heeft de wedstrijd gewonnen. Het is geschreven door de leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisschool. De Kooi in Eelde. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie komen hier volgende week op bezoek in het Anne Frankhuis. Dit dagboek heeft gewonnen omdat de leerlingen, net als Anne Frank, op een mooie manier over veel verschillende onderwerpen hebben geschreven. Ik zal uit dit boekje een paar stukjes voorlezen om daar een voorbeeld van te geven. Dit stukje is geschreven door Tess. Lief dagboek. Makkelijk is het niet om in twee huizen te wonen. De hele tijd spullen sjouwen. Wacht even, laat ik bij het begin beginnen. Mijn ouders zijn gescheiden. De avond dat ze dat vertelden, weet ik nog alsof het gisteren gebeurde. Bijvoorbeeld, ik weet nog welke smaak thee ik had die avond. Maar zoals ik al zei, woon ik nu in twee huizen. En hier nog een stukje, dat is geschreven door Brit. Dit verhaal is voor alle kinderen, maar ook voor alle mensen. Vorig jaar was ik al met mijn vader en moeder en mijn twee broers op familiebezoek in Berlijn. Mijn oma is in Berlijn geboren. Haar vader, mijn overgrootvader dus, had in de Tweede Wereldoorlog een drukkerij en ze hadden een goed leven. Ze hadden een buitenhuis aan een groot meer en gingen daar elke weekend met haar familie en gingen zeilen. Op een dag, midden in de oorlog, is haar vader naar zijn werk gegaan, zoals altijd. Maar is nooit meer thuis gekomen. Hij was doodgegaan bij een bombardement. En hier is een stukje geschreven door Maartje. Die schrijft over haar grootvader. Lief dagboek, het lijkt me vreselijk om een oorlog mee te maken. Al mijn opa's en oma's hebben het meegemaakt. En de opa van mijn oma heeft het niet overleefd. Die was kapitein op het schip MS Zaandam van de Holland-Amerika-lijn. En ze hebben hem uitgezwaard en hij is nooit meer teruggekomen. En dan het laatste stukje wat ik graag wil voorlezen, wat ik erg mooi vind. Elke keer als wij het in de klas over de Tweede Wereldoorlog hebben, denk ik, eigenlijk zijn wij geen spatje veranderd sinds toen. In de Tweede Wereldoorlog werden Joden gediscrimineerd, vervolgd, gevangen genomen en soms zelfs vergast. Ze kregen de schuld van alle problemen die er op dat moment waren. Ook nu worden er mensen gediscrimineerd en krijgen de schuld van de dingen die er niet goed gaan. En dit is geschreven door Charlotte van der Most. Ik vind het heel moeilijk om... Lijkt me heel moeilijk voor kinderen om zo'n stukje te schrijven. Vooral omdat ze weten dat het door iedereen gelezen gaat worden. Ik kan me voorstellen dat alle klassen die niet gewonnen hebben, erg teleurgesteld zijn. Toch hoop ik dat jullie met plezier aan deze bijzondere wedstrijd terugdenken.
Want jullie hebben samen allemaal iets moois gemaakt. Maar vooral hoop ik dat jullie zullen blijven schrijven.